Welkom terug bij Rekentube. In deze video leg ik uit hoe je wortels kunt vereenvoudigen. Allereerst eens kijken hoe je getallen kan ontbinden in vermenigvuldigingsfactoren. In dit geval 80. We kunnen 80 ook weergeven als 16 keer 5. Zo kan je ook wortel 80 weergeven als wortel 16 keer wortel 5. En van wortel 16 weet je het antwoord, dat is 4. Je kan wortel 80 dus schrijven als 4 wortel 5. De getallen die je eruit haalt kunnen alleen hele getallen zijn. Je schrijft niet 2,83 wortel 10 bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat je het lastig vindt om te zien dat 16 keer 5 80 is. Als je dat lastig vindt. Of je komt moeilijkere getallen tegen, kan je altijd terugvallen op primgetallen. Ieder getal, behalve 0 en 1, is weer te geven als een vermenigvuldiging van primgetallen. Een primgetal is een getal dat deelbaar is door precies twee positieve getallen groter dan 0 en niet meer. De eerste primgetallen zijn 2, 3, 5, 7, 11, 13 enzovoorts. In priemgetallen kan je 80 schrijven als 2 keer 2 keer 2 keer 2 keer 5. Dus wortel 80 schrijf je nu als wortel 2 keer wortel 2 keer wortel 2 keer wortel 2 keer wortel 5. En nu kunnen we gaan vereenvoudigen, want wortel 2 keer wortel 2 is gelijk aan 2. Dan blijft er nog een keer wortel 2 keer wortel 2 staan, dus dat is ook 2. En wortel 5 bestaat uit 1 priemgetal, dus die kunnen we niet eenvoudiger schrijven. 2 keer 2 is 4, dus ook nu komen we aan 4 wortel 5. Nu even een moeilijker voorbeeld waarvan ik ook niet ineens zie welke te nemen wortel ik hier uit kan halen. We willen de wortel van 5292 vereenvoudigen. Dit gaan we doen met behulp van primgetallen. We halen eerst wortel 2 eruit en delen dus het getal door 2. Dan houden we nog 2646 over. Ook dat kunnen we delen door 2 en dan blijft er nog 1323 over. Dat is niet meer deelbaar door 2 dus kijken we of het deelbaar is door 3 en dat is het geval. Dus halen we wortel 3 eruit en komen we op 441. Ook dat is weer deelbaar door 3. Dan krijgen we 147. Dat is nog een keer deelbaar door 3 en dan houden we 49 over. En 49 is 7 keer 7. Wortel 2 keer wortel 2 is 2. En wortel 3 keer wortel 3 is 3. Wortel 7 keer wortel 7 is 7. Dan houden we alleen nog 1 keer die wortel 3 over. 2 keer 3 keer 7 is 42, dus hier komt uit 42 wortel 3. Dan kijken we nog even naar machtswortels. Hier moeten we de vierde machtswortel van 128 vereenvoudigen. Ook dit kunnen we doen door te splitsen in priemgetallen. 128 is gelijk aan 2 keer 2. Keer 2 keer 2 keer 2 keer 2 keer 2. Omdat het de vierde machtswortel is, moet je de vierde machtswortel van 2 4 keer hebben om aan 2 te komen. Wat er nog overblijft, is de vierde machtswortel van 2 tot de macht 3. 2 tot de macht 3 is 8, dus de uitkomst is 2 keer de vierde machtswortel van 8. Het volgende probleem is het vereenvoudigen van breuken waar wortels in staan. We willen in het eindantwoord nooit een wortel hebben in de noemer van een breuk. Bij 7 gedeelde wortel 5 moet dus die wortel 5 verdwijnen of veranderen in een heel getal. Nu gaan we gebruik maken van het feit dat je teller en noemer altijd met hetzelfde getal mag vermenigvuldigen. Eigenlijk vermenigvuldig je de breuk dan met een bijzondere vorm van 1. Daarnaast maken we gebruik van het feit dat wortel 5 keer wortel 5 gelijk is aan 5, een heel getal dus. Deze breuk vermenigvuldigen we dus met de breuk wortel 5 gedeeld door wortel 5. De teller wordt dan 7 wortel 5 en de noemer wordt 5. De waarde van de breuk is nu niet veranderd, want ik heb eigenlijk met 1 vermenigvuldigd. Halen we nu de breuk en de wortel uit elkaar krijgen we 7 vijfde wortel 5. Laten we afsluiten met een wat lastigere breuk. Hier staat in de noemer 5 plus wortel 175. Je begrijpt al dat we moeten vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller en noemer hetzelfde zijn, en waarvan de noemer keer 5 plus wortel 175 moet uitkomen op een heel getal. Hier maken we gebruik van merkwaardige producten. Als we zouden vermenigvuldigen met 5 plus wortel 175, dan houden we in de noemer 10 keer wortel 175 over. Dus vermenigvuldigen we met 5 min wortel 175. Nu krijg je in de noemer 5 kwadraat min 175. Want. 5 keer wortel 175 en 5 keer min wortel 175 vallen tegen elkaar weg. De noemer komt dus uit op min 150. Als we in de teller de haakjes wegwerken, krijgen we 35 wortel 5 min 35 wortel 35. Als we nu alles delen door min 5, krijgen we min 7 wortel 5 plus 7 wortel 35 gedeeld door 30. Met de algebra-trainer van Math4All kan je extra oefenen met dit soort opgaven. Als je dit lastig vindt, is het zeker een aanrader daar even op te zoeken. Tot zover het vereenvoudigen van wortels. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij Rekentube.